Ik ben Jan-Jacob Smulder. Ik ben beeldend kunstenaar. Maak monumentale ontwerpen. Ik teken en ik schilder. Ik ben Simone de Groot. Ik woon in Amsterdam. En ik maak ruimtelijke installaties en beelden, voornamelijk met textiel. Mijn naam is Alette Pilon. Ik kom uit Haarlem en ik maak menselijke installaties. Ik ben Marcel van Kerkvoorde. Ik ben schildertekenaar uit Vijfhuizen. Mijn naam is Birgitta Arts. Ik woon en werk in de binnenstad van Haarlem. En ik maak voornamelijk monopipes. Ja, ik zou het ook niet erin wrijven. Een beetje slaan misschien. Ik ben Inge Evers en ik werk met papier en met vilt. Ik maak, ik denk zelf, lyrisch-expressionistisch werk. Het zijn drie brieven, schrijvers die schreven brieven. Het zijn drie brieven van drie Haarlemse schrijvers. Louis Veron, Godfried Bomans en Conrad Buskenuet. En het idee erachter is het verdwijnen van grote namen, het verdwijnen van bekendheid, het verdwijnen van beroemdheid. Veron was scherp. Veron was hatelijk, een schat van een vriend aan de andere kant. En dat zie je verbeeld in dit object. Er zitten ronde elementen in en er zitten hakerige, scherpe elementen in. Waarom ik de brief achter elkaar heb geplaatst, is om ook te laten zien als icoon dat de schrijvers invloed op elkaar hebben gehad, deze Haarlemse schrijvers. Louis Veron was dol op Buskenuet. Bomans was dol op Buskenuet. En Bomans en Veron, die waren, hadden een zekere gemeenschappelijkheid met elkaar in Sociëteit Teisterband. Veron staat nog het dichtst bij ons, is niet lang geleden overleden. Is dus de grootste brief. Daar kun je woorden uit zien en zinnen uit wijs worden. De kantlijn is scherp en de kantlijn is recht. Beneden is een verbeelding van een soort dennenboom, een spar in de sneeuw, hè, zoals je dat in Zwarte Woud hebt. En dat is weer een verbeelding van het verleden van Veron, die een Duits verleden heeft en ook veel over Duitsland heeft geschreven. Kunstlijn is voor mij een moment in Haarlem waar je je presenteert aan de burgerij die je eigenlijk nooit ziet. Want je maakt je werk toch in de beslotenheid van je atelier. Tracing Places is een verbeelding die je nu maakt over een historisch moment in Haarlem. Kom naar de Stadsbibliotheek hier aan de Gasthuisstraat in Haarlem. Kom kijken naar mijn beeld, de drie brieven. Veron, Bomans, Buskenuet. In de Bakenese Kerk maak ik een ruimtelijke installatie met dit witte elastiek, witte lijnen. En dat wordt een heel gewelf van witte lijnen in het gewelf van de kerk. Begin dit jaar heb ik samen met Willemijn Faber in Heemstede hebben wij samen een project gedaan waarbij we een installatie in een ruimte hebben gemaakt waarbij we ook dat elastiek hebben gebruikt. En toen zijn we gewoon gaan kijken van wat kunnen we daarmee? We waren gevallen voor het materiaal en vervolgens zijn we daarmee op ruimtes gaan reageren. We willen met zo'n lijn willen we alle historische aanknopingspunten uit de kerk met elkaar verbinden. Even voor het beeld. Nou, het past eigenlijk heel letterlijk in Tracing Places, omdat wij bijna de kerk overtrekken. Tracing is natuurlijk ook gewoon overtrekken met een velletje transparant papier ergens over en dan lijnen erover zetten of de contouren overtrekken. En wat wij doen is ook, we trekken het met lijnen, trekken wij het interieur van de kerk over. Mijn favoriete materiaal is textiel. Ik gebruik dat materiaal omdat het de tastzin bespeelt.
En ook omdat het een troostende functie heeft. Het verzacht, letterlijk verzacht het, je beelden. Met mijn werk wil ik rust en ruimte voor verstilling maken. Omdat deze maatschappij is al hectisch en druk en snel genoeg. Kunst voor mij is verbeelding, de kracht van verbeelding. De kunstlijn is voor mij een ontzettend bruisend weekend waarin er heel veel gebeurt. Waarin mensen die misschien normaal niet zo snel in een museum of een galerie komen, heel dicht bij de kunst kunnen komen. En bij kunstenaars ook, bij de persoon. Kom allemaal naar de Bakenesse Kerk om ons lijnenproject te bekijken. Ik maak beelden die te maken hebben met de dood, de vergankelijkheid, het leven. Alles wat ertussenin zit. Misschien wel momenten van sterven. Dat maak ik. Inspiratie is vooral de dingen die ik dood om me heen vind. Dingen die doodgaan. En dat zijn in mijn geval heel veel dieren. Onderdelen die ik dan gebruik in mijn werk. Ja, dit is bijvoorbeeld een paardenstaart die ik uit Zwitserland heb meegenomen van een paardenslager. Die vind je in Nederland niet zoveel meer. En het maakt voor mij de dood van het dier levend in het beeld van een bijvoorbeeld gefotografeerde vrouw. Wat ik ermee wil zeggen met mijn beelden, dat is dat het gaat over macht en onmacht, dood en leven, sterven. Mens is onmachtig of machtig, dier is machtig of onmachtig, afhankelijk van of ze dood zijn of levend. Of het me aan personen doet denken? Nee, ik denk dat het me doet denken aan mijn eigen dood. Een angst daarvoor. Misschien zweer ik hem af. Met dit werk. Wat je hier ziet is een van mijn laatste werken. Het gaat over de mens die een metamorfose ondergaat naar een dier toe. Het verhaal komt van Actaeon, die de godin van de jacht, Diane, naakt zag baden. En door Diane, die was daar zo boos over, hem veranderde in een hert. Kunst is datgene wat voor mij vanuit mijn diepste gevoel, dat ik in staat ben om vanuit mijn diepste gevoel iets naar buiten te brengen en om te zetten in een beeld. Een kunstlijn is voor mij de mogelijkheid om mijn werk te laten zien in mijn directe omgeving. Mijn werk is direct te vertalen naar Tracing Places doordat dit als titel heeft Angels of Hope. Deze twee in ieder geval. Kom naar de Bakenesse Kerk tijdens de kunstlijn en kom mijn Angels of Hope zien. Nou, het werk wat ik hier toon, dat gaat over de geschiedenis, over het kanon. Het kanon is op het ogenblik heel populair. En ik heb 15 tekeningen gemaakt en dat zijn eigenlijk allemaal historische gebeurtenissen. Maar allemaal net even daarnaast. Ik stel me zo voor, als je bij een historische gebeurtenis bent, wat ervaar je dat dan? Denk je dan van, daar was een historische gebeurtenis? Of het lijkt mij vrij sneu dat je toevallig de verkeerde kant op keek of net de hoek om was. En daarnaast heet het het genoegelijk gemis. En dat betekent dat als je op een historische plek bent, ik reis nogal eens en dan sta ik nogal eens op een historische plek. Dat vind ik leuk, hè? Dat voelt goed. En vervolgens kom je erachter dat je ook op plekken staat waar iets heel vreselijks gebeurd is. Ik heb op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog gestaan. Ja, dat zijn helemaal geen leuke plekken. Al dat soort afwegingen, daar gaat het werk over. Tracing Places gaat over het sporen trekken. Wat voor sporen laten de geschiedenis nu eigenlijk achter? En ik probeer dat in dit werk te tonen. Ik heb veldezels gebruikt. De tekeningen staan op veldezels, alsof een tekenaar net op die plek is bezig geweest. En ik heb vanuit mijn eigen verbeelding die historische gebeurtenissen getekend. Op deze tekening zie je een hei met daar een televisiemast op. Dat is de hei van Hilversum. En ik stel me zo voor dat Volkert van der Gee voor de moord op Pim Fortuyn
daarover de hei heeft gelopen. Deze tekening gaat specifiek over Haarlem. Dit is de bouw van de eerste station van Haarlem. Op de plek waar nu in de Waardepolder, hè, waar nu al die remises zijn. En dit is de plek waar ja, de eerste spoorlijn werd aangelegd. En ze zijn zeg maar voor de feestelijke opening allemaal tentjes aan het bouwen. En je ziet dat ze het aan het aanleggen zijn. Het favoriete kunstwerk van mijzelf is dit werk. Ik heb het net gemaakt en ik ben er helemaal vol van. Wat kunst voor mij is, dat is voor mij mijn leven. De kunstlijn is voor mij een heel mooi evenement elk jaar, waarbij Haarlem de kunst toont en op bijzondere plekken. Goed begin van de winter. Kom naar de Janskerk, kom naar mijn installatie kijken. Je bent van harte welkom. Ik maak voornamelijk monotypes. Dat is mijn grote passie, werken op papier. Ik druk met inkt op papier. Maar het zijn unieke drukken. Ik teken in de inkt op een plaat en dan druk ik mijn beeld af, zoals je hier ziet. Het zijn 16 monotypes, allemaal afzonderlijk gemaakt, die samen één beeld vormen van een hele vergeten plek in Haarlem. Ik heb een beeld gemaakt van de eerste verdieping in het Prinsenhof, daar waar de Stadsbibliotheek in Haarlem is ontstaan, eigenlijk, zoals wij die in de huidige vorm kennen. Het is de hal en de gang van de Stadsbibliotheek. Het was voor mij ook best wel een spannend avontuur, want het is dus de eerste keer dat ik het in zijn totaliteit zie. Het past niet in mijn werkplaats. Ik moest het in delen maken en in delen bekijken. En dus het is nu overweldigend, zelf voor mezelf, dat je toch het geheel ziet en denkt van, nou, het klopt wel. Mijn favoriete materiaal zijn papier en inkt. En daar doe ik alles mee en daar probeer ik ook de grenzen van te verleggen. Ik hou van de tastbaarheid van de inkt en papier. Ik vertaal het tot het thema Tracing Places, omdat ik gefascineerd werd door één plek, een onbekende plek in Haarlem, maar het is een kruispunt van de geschiedenis. En ik ben dus laag over laag door die geschiedenis, door de eeuwen heen, bepaalde verhalen, bepaalde beelden opgerakeld en onderzocht. En uiteindelijk is daar dit beeld uitgekomen. We zien nu een lamp, een soort lantaarn, die in de hal, in de gang van de Stadsbibliotheek hangt. En kijken nu rechts naar de boekenwand met de ladder die daarvoor staat. De kunstlijn voor mij is toch een mooi podium om aan een breder publiek je werk te laten zien. Als kunstenaar ben je toch, of ik zelf als, ben toch constant in mijn werkplaats bezig. Ik kom weinig uit mijn hol. En is de kunstlijn toch een gelegenheid om die deuren open te zetten en met veel enthousiasme aan mee te doen. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Kunst is voor mij iets waar je continu mee bezig bent, dat je helemaal obsedeert en waar je absoluut mee bezig moet zijn en tot iets komt wat je van tevoren misschien niet helemaal in de hand hebt. Mijn mooiste werk. Mijn mooiste werk, mijn kinderen. Kom naar de Janskerk en kom naar mijn werk kijken, de bibliotheek. Zo, nou gaat hij naar zijn plekje bij stempels. Dus even kijken, een beetje naar voren, een beetje naar achteren. Iets naar achteren nog, hè? Zo, zo een beetje. Zo kun je ook goed zien wat er allemaal gebeurt. Hè? Als je die snippenkop vergroot, dan zie je dat er nog een soort wazige snip achter zit. Een hele mooie regenboog naar rechts verdwijnt. En hier allemaal bloemen, grote bloemen, kleine bloemen, hele boeketten zijn. En een watermerk met hele geheimzinnige letters. En dan door de kopie is het ook allemaal wat uitgetrokken. En verder kun je zien dat het geld, als het weer gewassen is, weer helemaal prachtig helder wordt. Hè? Kunst is hetzelfde als ademhalen. We hebben altijd ons oude geld bewonderd als kunstwerken. Ze zijn gemaakt door Oxenaar, hè, zoals iedereen nog wel zal weten. En ineens toen het project Tracing Places zich voordeed, kwam ik op het idee om een geschiedenisplek te zoeken in het centrum van Haarlem, in het oude Enschede-complex.
Het geld wat dus nu in snippers in mijn kunstwerk zit, is natuurlijk een beetje oneerbiedig gebruik van geld wat wij eerst heel serieus bekeken hebben. Vooral 100 gulden biljetten natuurlijk. En die werden dan door de firma Enschede gedrukt op deze plek. Ja, geld wat waardeloos is geworden, krijgt een andere waarde, krijgt een andere betekenis, krijgt een andere... Het laat je ook nadenken over wat is nou geld? Wat doe ik met mijn geld? En zeker, mensen zullen vandaag de dag allemaal nadenken over geld. De kredietcrisis heeft hier helemaal niets mee te maken gehad. Ik heb hem niet voorspeld. Mijn favoriete materiaal komt uit de natuur. Ik probeer dus planten te gebruiken en ook haren van dieren en die samen te maken in een papier of in een vilt. Een soort verbinding van losse vezels. Kunstlijn is een enorm hoogtepunt in het jaar. Het is toch elke keer weer zo'n soort drempel. Ga ik meedoen of niet? En als ik me dan instort, blijkt dat het weer ontzettend leuk is om zo verschrikkelijk veel mensen tegelijk of in mijn atelier of op een tentoonstelling te zien. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor elke kunstenaar om daar heel goed aan mee te doen. Ja, dit is een van mijn favoriete kunstwerk, maar mijn grote favoriet die moet nog komen. Ik nodig iedereen van harte uit om tijdens de kunstlijn een bezoek te brengen aan Stempels en in de hal van het hotel mijn werk te bekijken.